Hallo dames en heren, leuk dat je weer kijkt naar deze gloednieuwe Herobrine video part 24. Ja, part 24. Ik ga jullie dus even een kort samenvattingje vertellen wat er dus op het einde gebeurde bij part 23. Op het einde, ja, tot part 23 op het einde. Nou ja, wij kwamen dus bij een gek huis terecht dat aan de, ja, aan de, hoe noemt dat, aan de berg stond. En ja, toen ging ik in dat huisje en ik haalde dus die lever over. En jullie kunnen het raden. Heel die berg was kapot. En ja, en er was gewoon echt gewoon een heel grote gang ineens. Of ja, een heel kapotte gang, zo zou ik het noemen. Door die gekke berg. Die ben ik gewoon gevolgd en doorheen gelopen. Toen kwamen we bij een eilandje terecht. En op dat eilandje zat dus een chest. En in die chest zat dus een bootje. En nog een bordje met een pijltje erop. En toen kwam ik aan bij een bootje bij die grote toren. Ja, op die toren. En toen waren we op de toren via de ladder. En toen zweefden we, of ja, zweven. Vliegden we met deze gekke Elytra. Dus naar, ja, ik zal je vertellen, naar dat eiland daar. Nou, er was nog een klein paadje. Die zijn we gevolgd. Toen kwamen we weer bij een chest. Er zat weer een bootje in. En toen, ja, jullie kunnen het raden, waren we op dit eiland geweest. Op dit eiland had ik het een beetje verkend hier zo. En ja, er was een huisje. En daarin zat deze gekke knop. Ja, deze knop. En toen stond daar een bordje. En op het bordje stond dus dat we naar hier toe moesten. En daar ben ik nou ook. En op het einde was dus dat wij hier aankwamen bij deze deur. Nou, ik heb jullie dus een kort samenvatting gegeven wat er dus gebeurde bij part 23. En ik zou zeggen, wij gaan hier naar binnen. Ja, ook al heb ik er niet veel vertrouwen in. Ons armor is gewoon weer bijna helemaal stuk. We hebben nodig een nieuwe nodig. We hebben, of nee, ik zie er bloed liggen. Maar weet je wat, wij gaan er gewoon in. Wij zijn gangsters. Oh god. Ik vertrouw het echt gewoon totaal niet, jongen. Wij gaan gewoon hier naar beneden toe. Oh wacht. Kunnen we... Oh, ik had toch nog een... Button. Ja, kijk, dat noem ik nou eens handig, hè, jongens. Wij gaan gewoon deze... Button in, ja. Oh, damn. Nee, niet weer een gat naar beneden. Kijk, altijd als we een gat naar beneden moeten, jongens, dan vertrouw ik het echt totaal niet. En ja, liever een ladder, of ja, gewoon zo'n trapje naar beneden, dan echt dit. Want dit is al helemaal niet vertrouwen. En ik hoor al lava. Maar weet je wat, wij gaan hier gewoon naar beneden. Oh, bruh. Waar de hel zijn wij? Twee deuren. Let's go. Waar zijn wij? Ik zie bloed. Ik zie hier bloed. Ik zie hier een gekke lavastreep. Volgens mij is dit een parcoursje. Oh ja, weet je wat? Wij doen dit zo. Oh. Spinnenweb uitkijken. Oh. Fuck. Zeik, jongen. Die signs zijn een beetje irritant. Nou, soms ook wel niet, hoor. Ja, jongens. Dit gaat lekker, moet ik zeggen. Kijk, hier kunnen wij gewoon via deze signs. Ja. Nou, zult u zien dat we hier weer falen. Nee, oh nee, toch niet. Nou jongetje, goed. Snel gedaan. See you later. Het parcours. Oh, waar zijn wij? Ik zie lava. Wat is dit? Auw. Jongens, wat is dit? Nee, dat meen je niet. Is dit nou een doorlof? Ja, een doorlof. In het lava. Auw, auw, jongens. Dit... Ik denk gewoon zo dat ik hierbij dood ga. Ja. Nee. Oké, maar eigenlijk gaat het nog best wel goed. Wacht, moeten we. Wacht, oh ja, hier hebben we nog een gang. Oh god. Uitkijken, ja, ja. Nee, hier is niks. Is auw. Ja, maar daar is daar ook nog iets. Is nou een hoofd voor. Maar hier is een ding. Auw. Oh god, waar zijn wij? Oh, kijk uit. Waar zijn wij zelfs?
Wat is dit? Wat is deze? Jongens, wat is deze? Oh my god. Dit gaan we niet menen. Ik zie daar een ladder. Oh, damn. Auw, auw. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, 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 nein. Die ging niet goed, jongen. Echt niet goed. Ja, maar hoe moeten wij nou bij die ladder komen, man? Dus wat we doen, jongens? Wij zijn de ultimate survivors. I. Kijk, nou ga ik even in pro-stand, hè. Kijk eens aan, jongen. Die ging... Ik ging goed. Ik hoor allemaal gekke dingen. Maar we gaan naar boven. En waar komen we uit? What the fuck? Ja, water. Dat is beter. What the fuck? Oh my god. Zie jongens, what the fuck? Oké, jongens, what the fuck, jongen. Ik zie daar gewoon iemand staan. En dan ben ik serieus. Oh my god, het is onzichtbaar. Ja. Bos in de fik, geen goed teken. Jongens, wij gaan er naartoe. Boeit me echt niks. Ja, jongens, de klok gaat weer. Zo is altijd. We kunnen eindelijk weg weer van dit eiland. Want als ik nou misschien op het eiland was gebleven. Dan zou ik zelf weer helemaal ontploft zijn geweest. Ik voel me veiliger daar dan daar. Maar ik zie daar een torentje. En ik zie daar ook wat. We zijn er al bijna, joh. Maar ik ben ook wel blij dat ik niet in die explosie was of zo weer, hoor. Weer een trap. Hij probeert mij soms gewoon te vermoorden. Oh god. Het zijn echt veel parcours. Kijk, dit is een makkelijk parcoursje. Kijk, die doen we zo. Oké, dit moet lukken. Nee, grapje. Ja, die is gelukt. Oké. Jongens, jullie kunnen het raden. Ik ga hierbij de part afsluiten. Doe zeker een blauw duimpje omhoog op deze video als je deze video nou leuk vond. Abonneer ook nog op mijn kanaal alsjeblieft. En dan zie ik jullie weer bij de volgende part later.